Ik vind het heel leuk om hier in Den Haag te zijn. Ik woon hier ook. Ik heb vaker in Den Haag opdrachten vervuld. En dit is voor mij een heel bijzondere plek. Omdat hier in Nederland het centrum van de besluitvormende macht is. En ik heb gemerkt in mijn werk dat ja, juist als communicatieman, als je dicht bij de besluitvorming in de organisatie bent, dan kun je daarmee effectiever zijn. Omdat je, ja, als je helemaal aan het begin van het besluitvormingsproces zit, dan levert je advies meer resultaat op. Ik ben mijn loopbaan begonnen bij een reclamebureau in Amsterdam. En daar heb ik geleerd om projecten heel strak te managen en heel scherp te zijn op de werkelijke klantbehoeften. Vervolgens de overstap gemaakt naar ministeries in Den Haag. En daar heb ik politiek-bestuurlijke sensitiviteit ontwikkeld. En vervolgens als freelancer begonnen eind 2006. En inmiddels gepokt en gemazeld in de financiële dienstverlening. Ik ben direct inzetbaar als allround communicatieman. Ik heb veel ervaring met het inzetten van communicatie als instrument om programma's te implementeren. Voorbeeld is WFT, SEPA, BGFO, Solvency 2, WF2, Lean, dat soort programma's. Mijn persoonlijke ambitie is om complexe organisaties te laten inzien dat meer klantgericht werken daadwerkelijk meer oplevert. Dus behalve meer tevreden klanten, ook meer winst. En dat doe ik door projecten on-scope, on-time, on-budget op te leveren. Mijn stijl is dat ik denk binnen strategische kaders, maar handel buiten de gebaande wegen. Ik heb inmiddels geleerd dat de kracht van verandering voortkomt uit de betrokkenheid van de eigen medewerkers. En het aanboren van de juiste motivatie van die medewerkers is altijd maatwerk. Dat zorgt ervoor dat medewerkers beter functioneren en organisaties effectiever worden.